de toekomst zal natuurlijk uit moeten wijzen of Mitchell van der Gaag een goede trainer is voor NAC. Maar alles lijkt erop dat het een goed huwelijk kan worden in ieder geval. Van der Gaag, eerder werkzaam bij FC Eindhoven, werd daar periodekampioen, speelde mee om het kampioenschap. En een jaartje later, afgelopen seizoen dus, werkzaam bij Excelsior. En daar heeft hij het ook uitstekend gedaan. Dus NAC is ook een logische vervolg zeg maar, van zijn carrière. FC Eindhoven, Excelsior en nu weer een iets grotere club, NAC Breda. Nou, Van der Gaag is een heel ander soort type dan Stijn Vreven, de trainer die hier natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar heeft gezeten. Hij is wat rustiger en hij moet ook als een soort Engelse manager zeg maar, de boel hier bij NAC gaan leiden. De bedoeling is dat NAC een stabiele middenmotor wordt in de Eredivisie, dus dat zal zijn taak zijn. Ook met name het beter maken van jonge spelers, zodat NAC die ook kan verkopen en ja, ook wat centjes kan gaan verdienen. Nou goed, ik denk dat Van der Gaag een uitstekende trainer is en dus een prima keuze is voor NAC Breda.